binnen zijn Tiel. Ik waan me een klein beetje in Las Vegas. Ik ben vandaag bij een evenement, of een event zoals dat natuurlijk heet, van een business coach. Ja, wie is er nog nooit op zo'n event geweest? Ik ben eigenlijk al op heel erg veel van dat soort events geweest, maar eigenlijk tot nu toe bijna altijd om te werken. Ik zit nooit in de zaal. Maar gek genoeg dacht ik een paar maanden geleden, ik zou wel eens 2 dagen op mijn kont willen zitten en nadenken over mijn bedrijf. En liefst daar ook nog wat vragen en wat wijsheid bij aangereikt krijgen. En toen zag ik dit event. Ik dacht, ik ga daar naartoe. Gisteren sprak ik iemand die hier was en die zei ook, ja, ik kom hier eigenlijk voor mijn rust. Het is ongekende luxe, zeker voor alleenstaande moeders natuurlijk. Ik heb eigenlijk altijd een beetje een haat-liefde verhouding met dit soort evenementen. De helft van de tijd denk ik, oh, wat doe ik hier? Had ik niet eigenlijk wat anders moeten doen? En de andere helft van de tijd denk ik, oh, dit is fantastisch. Hier ga ik heel veel leren. Wat tof. Nou, en gisteren, want het is de 2e dag, was eigenlijk 1 grote rollercoaster tussen die 2. Ik zwiepte voortdurend heen en weer. Vandaag gaat het vooral over marketing en zaken doen. En ja, dat vind ik hele leuke onderwerpen. Dus ik heb er zin in. En natuurlijk kun je ook iets kopen. Een programma. Dat hoort erbij. Dat bij elk event hoort een upsell. En zelf ben ik eigenlijk gewoon echt historisch slecht in het doen van die upsell. Ik denk altijd, ja, dat kunnen de mensen zelf wel bedenken. Ik ga daar niet over praten. Ik vertel liever iets heel erg nuttigs. En achteraf vind ik dat altijd vreselijk stom van mezelf. Dus ik ga ook een beetje de kunst in kijken. Trap op. Nou, het is een koffiepauze. Nou, een beetje voorzichtig de trap af. Dit is typisch het soort trappen waar je dan met veel spektakel van afdondert. Dat vond ik in mijn broekzak. De luizenkam. Vanochtend was ik luizenmoeder. Maar dat is nu klaar. Dus ik ga hem even terugleggen in de auto en mijn naamkaartje pakken. Ik vind het zelf best wel gek dat ik altijd bij dit soort events, zeker als ik niet een professionele rol heb, een beetje te kampen heb met weerstand. Dat ik de hele tijd denk, ja, klopt dat nou allemaal wel? En dat ik dan ook heel kritisch word. Ja, moeten we dan allemaal rijk willen worden? Moeten we dan allemaal succes hebben? Moet ik wel wat wij allemaal moeten? Of mag ik het ook lekker zelf uitzoeken? Is mijn succes hetzelfde als dat van al die vrouwen in de zaal? Waarschijnlijk niet. En betekent dat dan dat ik hier niks te zoeken heb? Totaal niet. Ik ben eigenwijs, dat weet ik. En ik ben erg van de video. Dat betekent ook niet dat er voor mij niks te leren valt op zo'n dag. En bovendien kom heel veel nieuwe mensen tegen. En voor een deel van die mensen ben ik niet nieuw. Die kennen mijn kop al van mijn filmpjes. Ook leuk om te merken. En voor die andere mensen doe ik nu weer mijn naamkaartje op. Want dan weten die ook weer wie ik ben. Nu is theepauze en hier wordt keihard over zaken gepraat, niet alleen maar over zaken, maar alles wat het ondernemen betreft. Het valt me echt op hier, elk gesprek waar je een flatje van opvangt, waar je gewoon in zit. Ik heb heel veel met hun gepraat en ik zit naast hun. Het gaat over hoe gaan we dat doen met ons bedrijf. Het is gewoon heel leuk om te merken. Iedereen is bezig met hoe kan dit beter. Het is misschien wel oké, maar hoe kan het beter? Nou, daar was ik zelf ook een beetje mee bezig. En ik heb vandaag ook iets ontdekt waarvan ik eigenlijk, ja, ik baal er ook een beetje van, maar ik zag opeens iets waarvan ik al die tijd niet gedaan heb. Dus misschien dat er bij mij in mijn bedrijf ook wel wat gaat, nou zeker,
niks misschien. Dus in mijn bedrijf gaan ook wel een paar dingen veranderen de komende tijd. Maar goed, it ain't over till it's over. Dus laatste stukje nog even. Ja, in is een meug. Er wordt gedanst, er wordt geklapt, er wordt gezongen, er wordt genoten. En het laatste heb ik ook gedaan. Maar ik zit toch niet zo in elkaar dat ik dan juichend het podium opstorm. Of ik nou te verlegen of te ingehouden of te onzeker of er iets aan mij mankeert dat ik dat niet leuk vind. Of laat ik dat dan gewoon niet leuk vinden. Maar dat maakt hem niet uit, zoals ik zei. Ieder zijn meug. Mijn meug is nu mijn luisvrije kind ophalen van de BSO. Ja, misschien heeft hij ze inmiddels alweer. En zwemles, voetbal. Zo'n weekend heb ik zin in. Dag.